Welkom allemaal. We beginnen gewoon even opnieuw. We hebben de presentatie even teruggezet bij ons webinar over de nieuwe Fronius Gen 24 omvormerserie. Ik zal dus vandaag het webinar geven. Mijn collega Jaap van Eyck zal de chat beantwoorden en de vragen. En het gaat dus over de nieuwe Gen 24 Plus omvormer, hybride omvormer met de batterijopslag. Mogelijkheden daarbij. Hier hebben we de hele serie. Nu zie je hem toch wel, hoop ik. De Primo, de kleinere Simo en de grotere Simo Gen 24 Plus. De grotere Simo Gen 24 Plus is al ruim een jaar beschikbaar. Wordt goed verkocht. We hebben daar nu ook de Primo bij. Eén fase Gen 24 Plus en de kleinere Simo Gen 24 Plus. Zelfde behuizing als de Primo. De kleinere Simo in 3, 4 en 5 kilowatt. De grotere Simo 6, 8 en 10 kilowatt. Allemaal hebben ze twee MPP-trekkers nu voor de zonnepanelen. En daarnaast nog een aansluiting voor de batterij. In tegenstelling tot de oude Simo-hybride die we al hadden voor opslagsystemen, hebben we nu dus twee MPP-trekkers voor de zonnepanelen aansluiting. Primo heeft zelfs al een minimale DC-spanning van 65 volt, maar wel maximaal 600 volt. Is wel een verschil met de huidige Primo's van de SnapInverter-serie. Dus let daarop, maximaal 600 volt DC. Nou zul je dus maximaal 6, 7 kilowatt piek op een Primo hangen. Dus met twee strings moet je dat eigenlijk al wel kunnen halen om onder de 600 volt te blijven. En je kunt dus ook heel korte string maken met 65 volt. Tegenwoordig met de panelen, twee of drie panelen, kun je dan op één string zetten. Met name als er dus wat schaduw is, zet je twee of drie panelen die wat schaduw vangen, zet je op de tweede MPP-trekker. En de overige panelen kun je op de andere MPP-trekker zetten. Zo kun je dat heel makkelijk met schaduw ook ondervangen. Allemaal hebben ze dus daarnaast nog een batterijaansluiting. Met meer vermogen ook dan de vorige Simo hybride omvormer. 22 ampère bij de Primo, 12,5 ampère bij de kleinere Simo's en 22 ampère bij de grotere Simo's. Dat is dus erg veel vermogen wat je in de batterij kunt stoppen en ook evenveel eruit kunt halen. En dat is ook waardoor het eigen verbruik met de Gen 24-serie nog verder verhoogd wordt. Want heb je veel vraag, dan wil je ook dat vermogen allemaal uit de batterij kunnen trekken qua vermogen. En niet dat je daarin gemaximaliseerd bent. En andersom, als je weinig verbruik hebt, een overschot aan elektriciteit die je opwekt, dan wil je dat ook allemaal in de batterij kunnen stoppen. En de meeste andere opslagsystemen, andere merken, hebben niet zo'n groot vermogen, zo'n grote aansluitstroom, wat ze in de batterij kunnen stoppen of eruit halen. Waardoor je dan toch beperkt bent in je opslag van je eigen opgewekte stroom. En dus ook wat minder eigen verbruik zult hebben. Al deze omvormers, we kennen dat natuurlijk van de SnapInverters, kunnen allemaal buiten hangen. Het zijn allemaal IP66 zelfs. Dus alle aansluitingen zitten ook in de omvormer. Je kunt daar zelfs met een waterstraal van onder op spuiten. Dat houdt IP66 in. En dan nog is hij compleet waterdicht. Zoals we dat kennen, kunnen alle omvormers, Primo's, kleine Simo's en grote Simo's van de serie tot 150% overgedimensioneerd worden. Dus op de grootste Simo kun je 15 kilowatt piek aansluiten. En ze hebben allemaal een PV point, zoals we dat noemen. We zullen straks uitleggen wat dat betekent. Het is een mogelijkheid om dus opslag mogelijk te maken zonder dat je een heel net ontkoppelbord hoeft te plaatsen. We komen daar zo nog op terug. Ze hebben dat allemaal geïntegreerd. Het is dus al in de omvormer aanwezig. Je hoeft daar niet extra voor te betalen of extra te installeren. Het zit in alle omvormers al in van de Gen 24 Plus serie. En verder is dus bij de Primo en bij de grotere Simo ook een volledige backup mogelijk. Met een batterij uiteraard. Dan moet je een batterij erbij hebben. Dus dat houdt in dat je in geval van een netuitval een apart net kunt opzetten met je batterij in je woning.
Daar zijn wat aandachtspunten voor, gaan we ook even doorheen. Volledige backup is in de praktijk, wordt het niet heel vaak toegepast. Bij de Primo heb je dan natuurlijk nog steeds maar een éénfase noodstroomnet. De kleinere CIMO heeft die mogelijkheid zelfs niet. En de grotere CIMO heeft die mogelijkheid voor een volledige backup wel. Maar het is uiteindelijk, ja, in sommige gevallen wordt het gevraagd. Willen mensen het per se hebben? Maar het houdt nogal wat in. Onder andere dat je dus dan een netontkoppelbord toevoegt aan je installatie. Dit is dus het overzicht van de hele serie. Er zijn dus wel wat verschillen tussen de Primo Gen 24 Plus, de kleinere CIMO Gen 24 Plus en de grotere CIMO Gen 24 Plus. Waar deze hele serie voor ontworpen is, is de koppeling met andere sectoren. Met het verwarmen van de woning, het koelen van de woning, opwekken van warm tapwater. Het leveren van de opgewekte stroom aan de verbruikers. Koppeling met het opladen van auto's, brommers, fietsen, al dat soort dingen. Het gaat allemaal steeds meer naar een elektrisch geheel. Alles wordt elektrisch eigenlijk, elektrificeren. Van een hele woning, van een heel samenspel van systemen. En daarin is eigenlijk de omvormer de belangrijkste schakel in het midden. Die kan het allemaal aansturen, die kan overal mee communiceren. En daardoor wordt het eigenlijk veel gunstiger om je eigen stroom te verbruiken. Nou, ze hebben dus allemaal een PV point geïntegreerd. En dat houdt in dat je eigenlijk een basis noodstroomfunctie hebt. Het is dus, zoals ik al zei, een basis. Het is een éénfase 3 kilowatt contact in de omvormer. Meestal maak je daar dus een stopcontact aan vast. En in het geval van netuitval wordt dat contact gevoed. Dus normaal staat er geen spanning op. Als de omvormer normaal werkt en het net is aanwezig, staat er geen spanning op. Maar als het net uitvalt, automatisch komt daar spanning op te staan. En dan heb je dus dat je bijvoorbeeld een stopcontact kunt gebruiken om daarin je internetrouter te steken, een telefoon op te laden, een koelkast te laten draaien. Je kunt daar behoorlijk wat apparaten opzetten. Hij levert dus maximaal 3 kilowatt op één fase. Het hele mooie hieraan is dat je geen netontkoppelbord nodig hebt voor deze oplossing. En hij zou zelfs zonder batterij kunnen werken. Mits je dus de stroomuitval hebt overdag en je hebt meer dan 3 kilowatt opwekking met de zonnepanelen. Dan heb je dus nog steeds die voeding op dat PV point zonder batterij zelfs, rechtstreeks vanaf de panelen. Dat zit dus in alle omvormers ingebouwd. Voor de volledige backup heb je dus de grotere CIMO Gen 24 Plus nodig. Of voor een éénfase noodstroomvoorziening is de Primo Gen 24 Plus ook geschikt. De kleinere CIMO heeft dit dus niet. Een volledige backup, de noodstroomvoorziening, houdt in dat als het net uitvalt, dan moeten alle omvormers natuurlijk ook uitgaan. Die stoppen er dan mee, want het AC-net is weg. En als je dus een netontkoppelbord erbij hebt geplaatst, dat komt bij je hoofdaansluiting. En vanuit de omvormer gaat er een signaal naar dat netontkoppelbord van nou, mijn net is weg. Dan worden er allerlei relais die gaan open. Eigenlijk wordt de hele huisinstallatie afgeschakeld van het net. En dan start de omvormer opnieuw op. En hier heb je dus wel een batterij voor nodig, want om je hele net of je hele huis te voorzien met de opgewekte stroom van de panelen is meestal een beetje ambitieus. Moet je heel veel geluk hebben dat het net overdag gebeurt. En dan kun je dus met een grotere CIMO Gen 24 Plus kun je dus een noodstroomvoorziening leveren. Hè, nadat het net ontkoppelbord dus alles afgesloten heeft. Je eigen netje voor je woning, kleine bedrijf. Kun je dus een driefase net maken met de stroom die uit de batterij haalt. En ook nog aangevuld met wat die met de panelen opwekt. En bij een Primo dus een éénfase noodstroomnet. Zeker in België met sommige woningen hebben maar één fase.
Daar is dat ook een goede optie. Maar hier heb je dus altijd wel een net ontkoppelbord voor nodig. Met de relais en de opzet, de type zoals in het land voorgeschreven is door de netwerkbeheerders. We hebben in Duitsland daar een firma voor, die maakt die voor ons. Die kunnen jullie ook gewoon daar bestellen. Bij Alwitra, die maakt deze net ontkoppelborden naar de specificaties van het land. En wat je er allemaal verder nog bij wil hebben. En meestal heb je hier toch wel een batterij bij nodig, want anders heb je een noodstroomvoorziening. Maar als het dus winter is of nacht en het gebeurt dat het net uitvalt, dan heb je zonder batterij nog steeds niks aan heel die noodstroomvoorziening. Dus eigenlijk bij dit soort systemen met een noodstroomvoorziening heb je eigenlijk altijd wel een batterij erbij. En uiteraard, de batterij wordt groter gedimensioneerd dan je normaal zou doen bij een systeem wat optimaal is voor eigenverbruikverhoging. Daar komen we straks nog op terug. Hierbij heb je meestal wat grotere batterijen, omdat je ook in de winter, in de nacht, wil je voldoende stroom hebben om die stroomstoring dus door te komen. Maar het is in ieder geval mogelijk bij de Primo en de grotere Simo Gen 24 Plus, om je volledige backup te hebben. Alle Gen 24 Plus omvormers, zagen we al, die hebben een behuizing. Nou ja, bij de kleinere Simo en bij de Primo is hij iets kleiner. Bij de grotere Simo's is hij iets dikker, iets breder en iets hoger. Maar ze zijn allemaal hetzelfde qua opzet. Je hebt dus een aluminium element. Aluminium doos is het eigenlijk. Waarin met koelvinnen de elektronica goed koud gehouden wordt. En de kap die daar overheen gemonteerd is, over die koelvinnen, over die aluminiumbehuizing, daar zit dus een ventilator midden voor. En op die manier hebben we nog verder de koeling verbeterd. We hebben dus een nog groter oppervlakte, wat de warmte kan afvoeren. Over de gehele voorkant met die koelvinnen wordt de warmte afgevoerd. De ventilator is ook wat groter, dus de luchtsnelheid kan wat lager zijn. En het geluid is dus wat lager. En hij wordt dus de koude lucht aangezogen vanaf de voorkant en de warme lucht wordt naar de zijkant toe weggeblazen. Zoals bekend, actieve koeling, heel erg belangrijk bij elektronica. Zeker bij omvormers, die hebben juist dat ze op de warmste dagen het hardst moeten werken. Vaak hangen ze dan ook nog op een plaats waarbij het nog wat warmer is dan de omgeving. Dus als het buiten al 30, 35 graden is, dan is de plaats waar de omvormer hangt al gauw 40 graden. En als je dan dus een slechte ventilatie hebt, kan hij zijn warmte niet kwijt. Omvormers en alle elektronica gaan veel minder lang mee als ze hun warmte niet kwijt kunnen. Als ze warm worden, dan wordt de levensduur gewoon een stuk korter. Dat is niet zo heel ingewikkeld, dat is gewoon een bewezen feit. Elektronica die warm wordt, gaat minder lang mee. Dus vandaar voor de levensduur erg belangrijk om die koeling goed te hebben. Goed de warmte kwijt te kunnen. En daarnaast, wat je ook ziet bij omvormers die minder goede koeling hebben, het vermogen wordt begrensd als een omvormer te warm wordt. Eigenlijk alle merken en types hebben dat. En bij Fronius is dat niet anders. Als de elektronica binnenin de omvormer 70 graden wordt, dan wordt het vermogen beperkt. Dan wordt die begrensd op zijn vermogen. Want 70 graden is niet goed, zeker niet langdurig om erop te draaien. En warmer moet het al helemaal niet worden. Nou kan het natuurlijk ook zijn hè, dat die pal in de zon hangt. Hij heeft een kast eromheen gebouwd, slechte ventilatie. Hij kan zijn warmte niet kwijt. Dus zelfs dan, als hij 70 graden wordt binnenin, dan wordt ook bij ons het vermogen begrensd. We hebben het getest. Als je ze buiten hangt of over het algemeen in een ruimte van 50 graden. Zelfs dan, door de goede koeling met die ventilator aan de voorkant en die nieuwe omkasting, heb je eigenlijk met 50 graden omgevingstemperatuur nog steeds dat hij zijn volle vermogen kan leveren en niet begrensd wordt. Maar door die goede koeling heb je dus meer vermogen. Want juist op die dagen dat het erg warm is, zou je met een omvormer die minder goed koelt, zou je tegen de grens aanlopen van wat hij nog kan aan vermogen. En dan wordt het vermogen begrensd en dan heb je toch minder opwekking. Sommige merken zien dat al bij 25 graden zelfs. Dat ze begrensd worden qua
qua vermogen. Kost toch een hoop vermogen. Dus een actieve koeling, goede koeling, ventilatie, niet in een kleine ruimte ophangen, is erg belangrijk voor de levensduur en ook voor voldoende opbrengst. En daardoor de snelste terugverdientijd. We hebben dus met de Gen 24 Plus ook meer flexibiliteit qua systeemontwerp. Ik zei het al, we hebben nu 2 MPP-trekkers voor het PV-deel. Daarnaast nog een aansluiting voor de batterij. En het spanningsbereik is erg breed. Is vooral nog verder verlaagd, zodat je hele korte strings kunt maken. En met die 2 MPP-trekkers kun je dus je voordeel doen, zoals hier ook op de foto te zien is. 2 verschillende invalshoeken. Geen enkel probleem nu voor het aansluiten op één Gen 24 Plus omvormer. Je hebt gewoon al die panelen op het dak op de ene MPP-trekker en die 5 paneeltjes op de dakkapel, die kunnen op de andere MPP-trekker. En zoals ik al aangaf, met schaduw is het eigenlijk hetzelfde. Heb je een hoek van het dak, heb je 3, 4, 5 panelen die soms in de schaduw liggen. Geen enkele reden om optimizers of micro-omvormers of wat voor dingen toe te passen. Je kunt gewoon dus die panelen die soms in de schaduw liggen op MPP-trekker B aansluiten. En alle andere panelen op MPP-trekker A. Dan heb je perfect die invloed van die schaduw opgelost eigenlijk. Met 1 omvormer en weinig elektronica die kapot kan gaan of die geïnstalleerd moet worden. Dus daar is het erg handig voor dat we ook die hele lage opstartspanning hebben. 65 volt bij een Primo, 80 volt bij een Simo Gen 24 Plus. Dus tegenwoordig 2 à 3 panelen, minimaal op een string. Opletten bij de Primo dus dat 600 volt is tegenwoordig maximale spanning. Dus een string zal, nou, met de huidige panelen 15, 16 panelen zijn maximaal. Je kunt dus 2 strings daarop aansluiten. Op 1 MPP-trekker en dan nog, dus zoals aangegeven, een paar panelen op MPP B bijvoorbeeld. Bij de CMOS is nog steeds 1000 volt maximaal DC, dus strings van een 18 tot 20 panelen maximaal. De hoge capaciteit voor de batterijaansluiting, ik had het al even aangegeven, dat is dus zowel voor de panelen heel handig met het aansluiten en veel mogelijkheden met je ontwerp, maar ook bij de batterij. We hebben verder nog goed nagedacht over het installeren van de Gen 24 Plus. Dat is allemaal wat makkelijker geworden. Vooral bedoeld om sneller te kunnen installeren. Dus nog steeds een muurbeugel, maar daar zitten nu geen aansluitingen meer voor de kabels. Het is een eenvoudige muurbeugel, geen DC-schakelaar erop. Het is gewoon een simpel muurbeugel die aan de muur hangt. De omvormer scharniert daar nog steeds in, zoals we dat kennen van de snap-inverters. De aansluitingen zitten nu allemaal onder de kunststofkap aan de onderkant van de omvormer. Die is heel snel en makkelijk te verwijderen met fast locking screws. Het zijn schroeven die slechts 180 graden gedraaid hoeven worden. En ze zijn vast of los of vast. Dus heel snel is die kap te verwijderen. Daarnaast de kabelaansluitingen, ook over de snelheid nagedacht, gaat nu met veerklemmen. Je hebt dus veerklemmen aan de AC-kant. Voor de DC-kant per MPP-trekker heb je veerklemmen en ook voor de batterij. Dus dat is enkel kabelstrippen in de veerklem, klemmetje dicht en hij kan zo de omvormer in. Dus alle aansluitingen zitten ook onder die kap in de omvormer, vandaar ook dat die zo goed waterdicht is. En ook weer DC aan de linkerkant, AC aansluitingen aan de rechterkant. In het midden is daar dan de ruimte voor eventuele inbouwapparatuur nog en voor de monitoringkaart. Hier zien we de Gen 24 Plus omvormer in onderdelen. Dus de muurbeugel helemaal rechts, klein muurbeugeltje. Dan kunststof achterzijde, het aluminium deel waar alle printkaarten in zitten. Dat is eventueel nog te vervangen. Hè? Dus als het nodig is, kunnen we nog steeds omvormers en onderdelen van omvormers vervangen.
Vooral het aluminiumdeel, dat behuist eigenlijk alle elektronica, vermogenskaarten en dergelijke. De DC-schakelaar, ook de ventilator is nog te vervangen. Dan zweeft daarboven de monitoringkaart, die zit dus in het midden. Kunststofkap aan de onderkant, die dus de aansluitingen afdekt. En dan helemaal links de kap die over het geheel heen gaat. De opties voor de Gen 24 Plus omvormers. We hebben heel vaak dat die gecombineerd wordt met een smart meter. Dat zie je natuurlijk altijd eigenlijk bij batterijopslagsystemen. Dus zeker als je daar al meteen de batterij erbij gaat plaatsen en hem gebruikt voor opslag van energie, dan heb je al een smart meter nodig. Want je moet bij de hoofdaansluiting weten wanneer lever ik terug, dan ga ik mijn batterij vullen. Wanneer neem ik af uit het net, dan ga ik het uit de batterij halen. Dus hij is te installeren zonder smart meter. Maar als je een batterij erbij plaatst, heb je eigenlijk altijd een smart meter nodig voor een correcte werking van het opslagsysteem. De smart meters zijn nu TS, touchscreen betekent dat. Dat is dus een nieuwe versie. Functionaliteit is precies hetzelfde als bij de smart meter die we voorheen hadden. We hebben dus een smart meter voor één fase nu in de TS versie. Die gaat tot 100 ampère. We hebben een smart meter TS 3 fase tot 65 ampère. Daar gaan dus de hoofdkabels, de aders van je hoofdaansluiting gaan erin en ook weer uit. En voor de nog grotere aansluitingen, dan hebben we een 3 fase smart meter TS. En die werkt dan met meetspoelen. Dus pas bij die grotere hebben we meetspoelen nodig, 3 meetspoelen. Welke dan dus gekoppeld zijn aan de smart meter. Om dus ook weer te meten wat er in en uit het net gaat. De aansluiting in en uit. Dus alleen bij die grote 3 fase smart meter 5KA. Dus die gaat tot 5000 ampère in principe. Heb je meetspoelen nodig. Die andere heb je geen meetspoelen nodig. De garantie kan nog steeds uitgebreid worden. Dus je kunt garantie bijkopen via de webshop. En er is ook een overspanningsbeveiliging. En die is hetzelfde voor alle Gen 24 omvormers. Het is een printkaart met de OVP, de overspanningsbeveiliging, de overvoltage protection erop. Die wordt dus ingebouwd in de omvormer. Hij kan dus later ingebouwd worden. Je hoeft niet zoals voorheen te bestellen met OVP. Je kunt deze kaart los bestellen bij je groothandel. En later inbouwen in alle Gen 24 omvormers. Alle types is dezelfde OVP. Het is ook altijd een type 1 plus 2. Dus dat is de zwaarste versie. Zelfs geschikt voor directe blikseminslag op de panelen en het frame. Het is altijd type 1 plus 2. En altijd voor multi-MPP. Dus zelfs al heb je 16 panelen, 1 string aangesloten op de Gen 24 omvormer. Het is nog steeds dezelfde OVP. Voor meerdere MPP's biedt hij overspanningbeveiliging. Hier hebben we zelfs het artikelnummer erbij staan. Kun je hem dus bij de groothandels bestellen. En hij is alleen dus later in te bouwen, zelf in te bouwen bij de omvormers. Zoals we dat ook kennen voorheen van de hybride omvormer, hebben we bij de Gen 24 Plus dus multiflow technologie. En dat houdt in dat die natuurlijk de DC van de zonnepanelen kan omzetten in AC. Dat is vrij gebruikelijk bij omvormers. Hij kan als een hybride omvormer natuurlijk de batterij ook laden en ontladen. Dus hij laadt DC in de batterij en hij haalt ook DC uit de batterij. Daar maakt hij dan AC van. Gaat naar de verbruikers, naar het net toe. Maar wat we ook al kenden van de Simo-hybride, ook andere AC-bronnen. En in dit geval op tekeningetje een windmolen. Maar dat kan ook, en dat komt vaak voor, een bestaand PV-systeem. Een ander merk, omvormer, wat in hetzelfde systeem hangt. Een oud PV-systeem of een aanvulling op de Gen 24 Plus. Een andere AC-bron, iets produceert stroom. En door die smart meter bij de hoofdaansluiting wordt dat gezien. De Gen 24 produceert stroom, iets anders produceert ook stroom. Nou, is er nog ruimte in de batterij
Dan zal de Gen 24 Plus dus ook dat overschot, die extra opgewekte stroom van het oude PV-systeem, van het andere merk, van die andere, weet ik het, een grote Simo of Eco van Fronius die er ook bij hangt, ook die overschotten zal die zoveel mogelijk in de batterij stoppen. Uiteraard dien je dan de batterij wat groter te dimensioneren. En het zou kunnen dat je dan tegen het maximale vermogen ook aanloopt, wat de Gen 24 Plus in de batterij kan stoppen. En dat is dus waardoor we ook zeggen, je hebt duidelijk een hogere mate van eigen verbruik. Omdat het vermogen wat je nu hebt, wat je in de batterij kunt stoppen hiermee en eruit kunt halen, is een stuk hoger dan voorheen en ook bij anderen. Dus ook de opwekking van andere AC-bronnen kan de Gen 24 Plus in de batterij stoppen en eruit halen. Wat je veel ziet in de praktijk, hè, we hebben dus nu een Simo 10 maximaal qua vermogen, maar nog steeds zijn er systemen die zeggen ik wil 20, 30 kilowatt piek op het dak leggen. Prima, pak je gewoon een Simo Gen 24 Plus 10 kilowatt en aanvullend een gewone Simo 20 bijvoorbeeld. Of meerdere zelfs. En die Gen 24 Plus die zal dan de batterij vullen, zelfs met wat er door het andere systeem wordt opgewekt. En die batterij kan tegenwoordig best groot worden, daar hebben we het straks nog over. Het gaat tot 22 kilowattuur en dan kun je ze zelfs nog parallel met 2 of 3 naast elkaar zetten. Multiflow. Dan meer flexibiliteit nog aan de panelenkant. We kennen dit ook van de snap inverters, de Dynamic Peak Manager. Het is een algoritme wat dus in de omvormer geïntegreerd is. En als je dus schaduw hebt op een paneel of vervuiling of wat er ook kan gebeuren, zoekt de Dynamic Peak Manager naar het beste werkpunt, het MPP-punt, op de hele grafiek. Vaak zie je dus dat er een lokaal MPP-punt gevonden wordt door de MPP-trekker. En dat er elders op de grafiek met schaduw een punt is wat toch wat meer opbrengst zou leveren. Maar omdat een MPP-trekker vaak op een klein gebied zoekt naar zijn top, kan hij blijven hangen op het verkeerde punt. En de Dynamic Peak Manager die zoekt dan de hele grafiek af naar een punt wat wellicht hoger is. Dat zie je vaak bij schaduw. Dus door die Dynamic Peak Manager functie heb je bij schaduw minder verlies dan je zou verwachten bij een wat minder intelligente MPP-trekker. Dus ook hierbij, en zoals ik al aangaf met die twee MPP-trekkers, zelden is het nodig om module-level power electronics toe te passen. Microconvolvers, optimizers, maximizers, dat soort dingen. Met de Dynamic Peak Manager en slim gebruik van aansluiten op de twee MPP-trekkers spaar je jezelf vaak veel geld. Is de opbrengst hetzelfde en minder kans op storingen. Dus je hebt heel veel flexibiliteit met het aansluiten van de panelen hierbij. Dan natuurlijk de batterijen. Het is een hybride omvormer, dus vaak zal die gebruikt worden met batterijen. Hoeft niet, zoals we al eerder zagen bij de Simo hybride. Je kunt prima een hybride omvormer nu plaatsen en dan kijken van nou als salderen weggaat of de regels veranderen nog eens een keer. Ga ik later, over enkele jaren pas, een batterij toevoegen. Misschien zijn ze dan weer goedkoper geworden. Zijn de vermogens wat groter. Andere types op de markt. Dus het is prima mogelijk om nu een Gen 24 Plus te installeren. Met panelen gewoon laten werken als een omvormer. En later pas de batterij toe te voegen. Maar de batterijen die er nu zijn, waar we dus nu mee werken, zijn op dit moment alleen de BYD-batterij. Ik heb straks nog een slide dat er ook een nieuw type LG bij komt waar we mee werken. En we kijken natuurlijk altijd nog verder, dus het kan veranderen over een paar jaar. Maar op dit moment werkt de Gen 24 Plus enkel en alleen met de BYD-batterijen. En dan ook met de BYD B-Box Premium. Voorheen had ook BYD de B-Box zonder premium, een gewone. Daar werkt de Simo hybride nog wel mee, onze oudere hybride omvormer. Maar de Gen 24 Plus werkt enkel met de B-Box Premium, zoals hier op de foto getoond. Het is een modulair systeem, wordt op de grond geplaatst en dan heb je dus dat je er meerdere blokken
opplaatst. Dus je bouwt een toren afhankelijk van je budget, wensen en ontwerp met een aantal blokken. Hoe meer blokken, hoe meer vermogen, hoe meer opslagcapaciteit. En het bovenste deel kun je zien, dat is het batterijmanagement systeem. Heb je ook altijd nodig. Daar gaan eigenlijk de aansluiting ook naartoe. En die laat dan de blokken. Nou ja, zoals we konden zien, de batterijaansluiting in de Gen 24 Plus is 22 ampère bij de Primo en de grotere SIMO's. En 12,5 ampère bij de kleinere SIMO's. Je hebt dus bij de Primo een laad- en ontlaadvermogen tot 6 kilowatt. Nou ja, goed, de omvormer is ook maximaal 6 kilowatt. Dus ja, hij zou dus 100% in de batterij kunnen stoppen. In de praktijk is er altijd wel een klein beetje verbruik. En zeker als je dus tot 5 kilowatt omvormer gebruikt, zul je eigenlijk nooit tegen dat maximale laad- en ontlaadvermogen aanlopen bij een Primo om in de batterij te stoppen of eruit te halen. De kleinere SIMO's hebben dus een 5 kilowatt ontlaad- en laadvermogen. Ook daar, nou ja, de maximale SIMO van die kleinere serie is 5 kilowatt. Dus dat zal ook eigenlijk prima niet tot de. Je zit niet boven je dat je meer zou willen, want je wekt ook maar 5 kilowatt op. Je kunt er 5 kilowatt instoppen en uithalen. En bij de grotere SIMO's heb je dus tot 9 kilowatt zelfs, wat je kunt laden en ontladen in de batterij. Dat is dus erg veel. Je batterij moet ook voldoende grootte hebben om dat vermogen erin te kunnen stoppen en te ontladen. Want de stroom is 22 ampère, maar het voltage wat je in de batterij kunt stoppen is afhankelijk van het aantal blokken wat je stapelt. Maar goed, heb je voldoende blokken, kun je die 9 kilowatt erin stoppen. Heb je dus erg veel vermogen wat je erin kunt stoppen en eruit kunt halen. Waardoor dus inderdaad weer je eigen verbruik het hoogst is. Het meest efficiënte systeemrendement eigenlijk. Hier hebben we dan een tabel met de mogelijkheden. Dat is wel belangrijk om bij het dimensioneren, het ontwerpen van je systeem, daar even goed naar te kijken. Boven en ook op het plaatje daarnaast zie je de oude BYD battery box. Die kan nog wel gebruikt worden met de SIMO hybride van Fronius, de hybride omvormer die we al eerder hadden. Maar die werkt niet met de Gen 24 Plus. Geen enkele Gen 24 Plus werkt met die oude BYD battery box. Onder zie je dus ook op het plaatje de nieuwe battery box premium. En om het makkelijk te maken, die is er in een HVS, high voltage small versie. En een HVM versie, high voltage medium. Die blokken zijn totaal niet door elkaar te gebruiken. Dus je bestelt een HVS of een HVM. Maar je kunt niet zeggen, nou ik heb nog iets ergens achter het magazijn staan. Ik doe nog een blokje van het een bij het ander. Die zijn totaal niet compatible. Het is het een of het ander. Dan is het dus van belang. Bij de Primo en bij de SIMO zie je hier dus staan. Hoeveel blokken zijn er mee te gebruiken? Dus bij de HVS 5,1, dat zijn twee blokken. Je kunt daar dus bij de Primo en de SIMO batterijen van gebruiken van de HVS met twee en met drie blokken. Maar alleen bij de SIMO kun je dus ook vier blokken gebruiken. De Primo is dus niet te gebruiken met een HVS batterij met vier of vijf blokken. Er staan streepjes. Niet te gebruiken. Het werkt ook gewoon niet. Zijn spanningsbereik is anders. Dus ook bij de SIMO moet je geen vijf blokken stapelen. Het gaat van 3, 4 en 5, 2, 3 en 4 blokken HVS. Dus dat is wel van belang voor je ontwerp. Met vier blokken heb je al 10,2 kWh. Prima systeem. Wil je dus groter, dan heb je de HVM nodig. En dan heb je dus de 11, de 13,8, 16,6 en 19,3 kWh versie. Die werken met de Primo. Dus de kleinere niet. 8,3 niet. En bij de SIMO zie je dus dat je zelfs nog een blok extra kunt gebruiken. Dan heb je 22,1 kWh. Dan heb je dus een hele grote toren. Dat zijn, even kijken uit mijn hoofd, 9 blokken. Dus het is een
fors bouwwerk. Het is goed dat hij op de grond staat. Dan heb je dus 9 blokken bovenop elkaar. Dan heb je 22 kilowattuur aan opslagcapaciteit. Is erg veel. Bij een woning zou het eigenlijk niet eens voorkomen, denk ik. Of je moet een krankzinnig verbruik hebben. Die zijn er. Maar het is ook al meer geschikt voor kleinere bedrijven. En je kunt dus zelfs aan de Gen 24 Plus omvormers kun je meerdere BYD batterijen koppelen. Als je dus zegt ik heb HVM batterijen en ik heb 2 of 3 torens parallel naast elkaar, kun je die ook koppelen. Dan kun je dus zelfs tot 55 kilowattuur opslagcapaciteit gaan bij een CIMO, een grotere CIMO Gen 24 Plus. We hebben ook meegedaan aan een onderzoek, of in ieder geval HTW Berlijn, die onderzoekt altijd batterijsystemen, dat doen ze al jaren. En die vergelijken dus het systeemrendement. Een bepaalde hybride omvormer met een bepaalde batterij, vermogens, capaciteiten, opslagcapaciteit, die wordt dus doorgerekend, wordt getest. En dus afhankelijk van je software, instellingen, laadvermogens, flexibiliteit, reactietijd en dergelijke. Komt daar een score uit. En vorig jaar deden we voor het eerst mee. Daar zie je dus ook dat de Fronius helemaal bovenaan is geëindigd. De grote CIMO Gen 24 Plus 10. Met een BYD batterijbox premium van 11,5 kWh. Is helemaal bovenaan geëindigd met een score die ze eigenlijk daarvoor nog nooit gezien hadden. Er is nog nooit een systeem geweest wat zo efficiënt werkte dan dat systeem. En dit jaar hebben we weer meegedaan. En het is deze week dat die uitslagen gepubliceerd worden. Dit jaar hebben we weer meegedaan. Zijn we weer heel erg hoog geëindigd. En dit jaar hebben we ook met de Primo Gen 24 Plus meegedaan. Dus dit jaar zijn er ook resultaten van. Zullen dit jaar deze week wel gepubliceerd worden. We zaten heel erg hoog. En wat je ook ziet is, en dat is in deze test ook al te zien, en dat bleek dit jaar weer, is erg grappig, dat er meerdere merken zijn, omvormers, die werken met de BYD-batterij. Een hele populaire batterij, is goed verkrijgbaar, goede prijs-kwaliteitsverhouding. Dus heel veel merken met hun omvormers werken met de BYD-batterij. En toch komen we er met de CIMO, en ik begreep ook dit jaar met de Primo, toch als beste uit. Dus de BYD-batterij is hetzelfde. En dan maakt de omvormer het verschil dat je toch meer efficiëntie, sneller reageert, hoger eigenverbruik hebt. Ten slotte, ik zei het al, er komen meer merken waar we mee kunnen koppelen. De BYD is voorlopig de enige. LG heeft een nieuwe batterij in de pijplijn zitten. Is wat vertraagd qua lancering. Die was gepland voor begin dit jaar. Wordt nu einde van het jaar. De LG Resu Flex. Er is nu ook een LG Prime op de markt. Ook een nieuwe batterij van LG. Daar werkt de Gen 24 Plus niet mee. Gaat er ook niet mee werken. De LG Prime werkt de Gen 24 Plus niet mee. Even duidelijk. Later, eind van het jaar is nu de planning, komt LG met de Resu Flex. Hier staan wat plaatjes. Het is ook een modulaire batterij. Die je dus in blok of zo aan de muur kunt hangen. Dat is de nieuwste batterij van LG voor einde van het jaar. En daar werkt de Gen 24 Plus wel mee. Dus daarmee kan hij gekoppeld worden. Software werkt, al dat soort dingen. Dan hebben we dus de keuze uit BYD en LG. Voor dit jaar in ieder geval zijn er niet nog meer merken. Zit ook niet in de pipeline zover ik weet. Maar ze blijven het bekijken. Dus wellicht over een langere periode komt er nog wat meer bij. Maar einde van het jaar zijn er dus 2 merken, 2 types waarmee we compatible zijn met de Gen 24 Plus. Ten slotte nog even kort over batterijen, het dimensioneren van het systeem. Hoe dimensioneer je nou eigenlijk een batterijsysteem? Er is geen goed of fout. Er is geen harde uitkomst van nou dat is perfect en alle andere dingen zijn fout. En zoals ik ook al aangaf, als je nog andere AC-bronnen hebt, windmolens, oude PV-systemen, andere merkomvormers, grotere Fronius omvormers nog daarnaast, omdat je 20, 30, 35 kilowattuur, dat is allemaal weer anders.
heb je een standaard systeem voor een woning, grote woning, en je wil maximaal eigen verbruik hebben, dan is er een ruwe stelregel dat je 1,5 keer het jaarverbruik neemt voor de optimale batterij. Dit blijkt ook juist uit de berekeningen. Als je de batterij dan nog veel groter maakt, 2 keer het jaarverbruik, 3 keer het jaarverbruik, allemaal prima, het is niet fout. Je eigen verbruik gaat nog een heel klein beetje omhoog, maar niet zoveel als je zou verwachten en ook niet zoveel als wat je meer betaalt. Het is namelijk door die pieken in de vraag en de pieken in het verbruik dat je nooit bij de 80-90% eigen verbruik komt. Zelfs niet als dat je heel je kelder vol met batterijen, je houdt toch een paar weken vakantie dat er geen verbruik is en iedereen is weg en meestal is dat net mooi weer. Je houdt toch een paar weken in de winter met sneeuw, met heel veel verbruik en dan red je het ook niet, al heb je 100 kilowattuur batterijcapaciteit staan. Dus je ziet duidelijk, natuurlijk hoe groter je batterij is, hoe meer eigen verbruik, maar bij 1,2, 1,5 keer je jaarverbruik zit er een knik in de grafiek en dan vlakt die sterk af. Dus zelfs 2 keer zo'n grote batterij brengt je misschien nog 3-4% extra eigenverbruik. Het zal misschien nog van 60% naar 63% stijgen, 65 misschien. Maar het is al lastig in de praktijk om 70% eigenverbruik te halen. Dus de regel is eigenlijk, je kijkt naar, hè, als je puur zegt ik heb een PV-systeem wat mijn hele jaarverbruik opwekt en ik wil de optimale batterij die daarbij hoort. Dan ga je dus kijken, in dit geval als voorbeeld, 5000 kilowattuur jaarverbruik. Dan heb je dus ongeveer 5,5 kilowatt piek PV-systeem nodig. Gunstig gelegen op het zuiden, zuidwesten, zuidoosten. En dan heb je, ik denk in de praktijk dus, een Simo 5 Gen 24 Plus omvormer. Met 5,5 kilowatt piek PV. Dan heb je dus inderdaad, afhankelijk van het verbruikspatroon, want dat is ook nog een keer van belang. Familie, zoals we dat noemen in onze rekentool, houdt in, die mensen werken thuis, of ze hebben kinderen, of er is in ieder geval gedurende de dag, is er ook best veel verbruik. En die 5000 kilowattuur jaarverbruik, die is dus beter verspreid over de dag. In het andere scenario heb je dus werkzaam. Mensen zijn heel de dag naar school, heel de dag naar hun werk. Er is niemand thuis of bijna niemand thuis. En je hebt dus gedurende de dag van 1 uur of 8 tot 5 uur 's middags heb je nauwelijks verbruik. Dus die 5000 kilowattuur jaarverbruik zit heel erg aan de buitenkant van de dag. Heel erg in de ochtend en heel erg in de avond. Is natuurlijk wat minder gunstig omdat het niet zo goed aansluit op je opwekking van de zonnepanelen. Die is natuurlijk juist tussen 9 uur en 4 uur 's middags het hoogst. Dus vandaar, als je een situatie hebt, zoals we dat familie noemen, een mooi verspreid verbruikspatroon over de dag, dan heb je een iets kleinere batterij nodig. Ja, nodig. De optimale batterij is iets kleiner. Dus dan doe je dus die 5000 kilowattuur jaarverbruik, 5 keer 1,2 kom je aan 6 kilowattuur als meest optimale batterij. Opslagcapaciteit. Nou, dan kijk je dus in het tabelletje wat we er straks zagen. Een 6,4 kilowattuur is dan heel erg optimaal. Die zit daar mooi vlak bij die 6. Dus die is het meest optimaal voor die situatie. Bij het andere scenario, werkzaam, dan doe je dus 5 van 5000 kilowattuur keer 1,5. Je batterij optimaal is iets groter. 7,5 kilowattuur is dan optimaal. En de batterij die je dan uit het tabelletje kunt halen is bijvoorbeeld 7,7 kilowattuur. Dus een iets grotere batterij bij het scenario werkzaam. Hetzelfde geldt dus als mensen een warmtepomp hebben of een airco. Een airco is in principe gunstig, energetisch niet natuurlijk, maar voor je batterijopslag wel. Want een airco heeft veel verbruik in de zomer en nauwelijks of niet in de winter. Dus bij een airco heb je dat het verbruik heel mooi aansluit bij de opwekking. Dus ook daarbij kan je optimale batterij iets kleiner zijn. Bij een warmtepomp heb je juist dat je in de winter veel verbruik hebt. Misschien voor koeling ook wel in de zomer. Maar in ieder geval, je verbruik sluit minder mooi aan op je opwekking. En ook in die gevallen zal je dus een iets grotere batterij
als optimaal systeem hebben. Hetzelfde geldt dus als je nog andere AC-opwekkers ernaast hebt, dan is het optimale systeem een wat grotere batterij. Afhankelijk van hoeveel andere AC-opwekkers is je batterij dan een beetje groter of fors groter. En zoals we in het begin al zagen bij de noodstroomvoorziening, wil je dus echt helemaal zelfvoorzienend zijn in het geval van een uitval van het net, dan heb je dus die netontkoppelborden nodig. Maar ook je batterij zul je groter maken, 1,5 tot 2 keer groter zelfs dan wat je hier met het optimale systeem hebt. Want je wil in die gevallen ook je batterij, zeg 40% minimaal gevuld houden voor die mogelijkheid dat er een stroomstoring is. Want anders gebeurt die stroomstoring in de winter 's nachts en je batterij is leeg en je hebt geen backup. Dus je wil dan, en dat kunnen we instellen, een minimaal batterijniveau hebben van 40 of 50%, zodat je nog een halve dag uit de batterij kunt putten en die stroomstoring door kunt komen. Maar als je dus een minimaal ontlaadniveau hebt van 40%, dan heb je dus nog maar 60% van de batterij over, wat je kunt gebruiken om je eigen verbruik te verhogen. En daardoor zal je batterij dan weer een stuk groter moeten zijn. Dus voor al dat soort dingen, stuur die vragen en scenario's en situaties naar ons door. Kunnen we samen kijken naar het meest optimale systeem. En zoals gezegd, er is geen goed of fout. Het is niet slecht of fout of compleet helemaal van het padje als hij iets te groot of te klein is. Het is misschien net niet helemaal optimaal. Groot voordeel van die modulaire systemen is, je kunt zeggen, ik begin bijvoorbeeld met een 7 of een 8 kilowattuur batterij. En volgend jaar heb ik gezien dat het toch handiger is als ik er nog 1 of 2 blokken bij plaats. Die mogelijkheid is er dus bij een modulair systeem. Moet je niet 5 jaar later doen. Nog afhankelijk ook of het type dan nog verkrijgbaar is, want het gaat best snel met batterijen. Maar ook batterijen hebben een klein beetje dat ze jaarlijks afnemen. Dus je moet niet nieuwe blokken gaan zetten combineren met 5 jaar oude blokken. Doe dat binnen 1 of 2 jaar. Doe dat binnen 2 jaar dus eigenlijk. Dan is het nog prima. Dan zijn de verschillen heel klein. Maar wacht daar geen 4, 5 of langer jaren mee. Want dan is het verschil tussen de blokken te groot. Dus heb je dit soort systemen, mail het naar ons door, kijken we er samen naar en dan ontwerpen we het optimale systeem. Maar voor vuistregels, simpele woningen met een standaardverbruik en een volledige opwekking met PV is dit eigenlijk wel de vuistregel. 1,2 als het mooi verdeeld is door de dag heen en 1,5 als het wat minder mooi verdeeld is en alleen maar in de ochtend en avond zit eigenlijk. Goed, dat was het grotendeels voor mij. Hopelijk was deze introductie voor de Gen24 Plus serie duidelijk.